ben half Mexicaan, half Nederlands. Mijn moeder is Nederlands en vader is Mexicaans. En ik ben gewoon hier geboren en ik ben hier opgegroeid. Dus ja. Maar je spreekt wel vloeiend Spaans? Ik kan het wel verstaan en ik spreek het ook wel aardig. Dus, maar ik ben niet tweetalig opgevoed, maar ik studeer het ook. Dus vandaar dat ik het wel aardig om de knie heb. Je studeert het ook? Ja, Universiteit Spaanse en Cultuur in Amsterdam. Dus ja. En in Amsterdam? Ik hoor bijna Amsterdamse accent, of is dat niet? Nee, dat niet. Nee. Heel veel mensen vinden het, maar als je in Amsterdam komt, dan heb je wel een stuk of meer mensen die echt Amsterdams praten. En, hier in Dordrecht zeggen ze dan wel sneller, je komt zeker uit Amsterdam. Maar in Amsterdam ben ik gewoon normaal, en het is niet echt een Amsterdamse accent. En dan staat Ramon Lugano Benavides, juist. Staat in één keer in de basis tegen Scheveningen. Kom je daarna dan in de collegebanken dat ze, heb je de keeper van Dordrecht? Ja, ik weet niet hoe dat gaat, want ik heb vandaag weer college. Ik had gisteren vrij, dus wie weet. Maar het wordt niet heel erg gevolgd. Dus maar nee, wel op Facebook, dan zet je een fotootje en dan zie je heel veel mensen het. Ja. Krijg je toch van je familie en vrienden veel complimenten. En ze zijn heel blij voor je, want het is toch je debuut in het betaald voetbal. En ja, het kwam wel een soort van uit het niets. En ik kreeg het maandag te horen. En toen moest ik meteen de volgende dag keepen en staan. En dan ben je 20 jaar. Is dat magisch, zoiets? Ja, het is wel een mooie leeftijd. En het is toch een droom die uitkomt. Je traint hier elke dag voor. En het is echt fantastisch. Het is, toch, ja, het is echt prachtig. Als je hier staat en ook nog een eigen huis. En je wint nog. En je keept gewoon een goede wedstrijd. Kan altijd beter, maar voor de eerste keer was ik wel tevreden. Meteen zelf kritisch ook nog? Ja, dat moet je zijn, hè, om de top te willen halen. Dan moet je altijd goed kritisch naar jezelf kijken. Daar word je beter van. En ontwikkel je weer goed door. Maar het was een bekerwedstrijd tegen Scheveningen. Ja. Niet per se de mooiste wedstrijd van het seizoen. Of waarin Dordrecht zijn hoogste niveau haalt. Ja. En dan is iedereen op zich blij. Nou, gelukkig, ronde verder. Niet te veel woorden en vel maken. Juist. Maar jij denkt... Deze jongen heeft zijn debuut gemaakt. Ja, precies. Ja, dat nemen ze niet meer af. En er stond wel veel druk op, want we moesten wel winnen als Dordrecht zijnde. En tegen zo'n ploeg als Scheveningen, dat wordt gewoon moeilijk. Als je in de eerste helft of eerste minuut niet scoort, dan weet je dat het lastig wordt. En wat zij deden was, ze gingen helemaal terugzakken. En dan moet je wachten op die kansen. En zij kregen ook nog een paar gevaarlijke counters en dan moet je staan als keeper. En dat ging op zich wel goed nu. Het zijn wel de lastigste wedstrijden voor een keeper op zich. Omdat je moet staan wanneer... 4-5 momenten in de wedstrijd, dan moet je staan. Dus ja, en vooral mijn debuut. Ja, dat neemt ze niet meer af. Daar ben ik heel blij om. En, Kijk die grijnt. Ja, precies. Ik ben er echt heel blij om. Je houdt ook nog de nul. En de trainer is enthousiast over je. Die zegt, het is toch echt een talentvolle jongen. En zo goed kende hij je ook weer niet. En hij zegt, op de training zie ik hem toch een paar ballen pakken. Waarvan ik denk, waar komt dat vandaan? Ja. Verras jij jezelf eigenlijk? Ja, ik ben vroeger was ik altijd wel speler. Ik ben sinds de B, toen ik tweedejaars B ben, begonnen met keepen. Dus ja, en toen is het best wel snel gegaan. Ging naar een amateurclub. Dus ik begon bij AC Arsenal. Dat was gewoon een heel laag niveau. En toen ben ik naar de DVV gegaan. Dat is wel wat hogere, gerenommeerde club, amateur. En toen ging ik daar ook weer snel, kwam ik bij het eerste. En toen mocht ik stage lopen bij Ajax. En via Ajax naar ADO. En via ADO weer naar Dordrecht. Dus ik ben op zich niet heel lang keeper. Dat is nu mijn 15 jaar volgens mij. Dus ik kan nog heel veel leren. Ik keepte vroeger heel veel op straat. Dus daarom vandaar ook mijn reflex en zo. Ik ben wel een beetje een soort Zuid-Amerikaanse atletische keeper, zeg maar. En mijn idool was ook een Mexicaanse keeper, Jorge Campos. Ik weet niet of je die kent. Die enorme hakbal de boel uithaalde. Ja, nee, dat is een andere. Maar... Dat is de Hikita. Ja, precies. Okay. Nou, Jorge Campos was wel zo'n keepertje. Die ging ook met de bal en die rende dan over de middenlijn heen. Ja, ik vond het echt fantastisch als kleine jongen. En ook nog op het WK, dan zie je zo'n keeper spelen tegen het Nederlands elftal. Dus dat was WK 98 volgens mij, 94. Dus, maar ja... En een Mexicaan. Ja, precies. Kon niet anders. Nee. Ja, ik kijk veel naar. Ik kijk volg ook het voetbal in Mexico. En ook naar die keepers kijk ik. En Nederlandse keepers, toch een andere stijl. En dan moet je een beetje je eigen weg in vinden en je eigen stijl creëren. Ja, want wat is de stijl van Lugano Benavides? Ja, mijn stijl is atletisch. Ja, mijn sterke punt is wel mijn reflex vooral. En uitstraling moet je ook hebben als keeper. En het is lastig om jezelf te beschrijven, maar... Ja, ik vroeg aan de trainer, is hij net zo flamboyant als zijn naam? Ja, ik hoop het. Ik denk het, ik doe mijn best.
Hij zei, keepers zijn vaak een beetje gek. En deze jongen is eigenlijk helemaal niet zo gek. Wat dat betreft vreemd. Gewoon een hele verstandige, rustige jongen. Ja. Hij zei ook, talent heeft hij wel. Maar misschien ook al veel verbetermogelijkheden. Als het gaat om coaching, mensen neerzetten. Ja, je bent natuurlijk ontzettend jong, je net je debuut gemaakt. Maar ja. Is dat ook hetgene waar je nou het meest aan wil werken? Ja, precies. Dat soort dingen. Dus, ik kan mezelf nog wel echt verbeteren. Juist omdat ik op zich relatief korte keeper ben. En nu ben ik bij het eerste. En ik train mee. En elke dag leer ik zoveel. En met Warner ook. Ik moet het zo moeilijk mogelijk maken. En zo helpen we elkaar. En zo gaat het niveau van elkaar ook omhoog. En ik leer veel van Warner. En Warner kan weer van mij dingen een paar leren. En keepstrainer, een goede keepstrainer. Dus en dat coachen en zo, dat gaat met de dag beter natuurlijk. En ik weet wel, ik heb wel punten waar ik mezelf op wil verbeteren. En alles kan eigenlijk beter altijd. Hè. Dat in jezelf investeren. En, Je bent bezig, dat is wel duidelijk. Maar Warner, je zegt, Warner Haan heeft het verschrikkelijk goed gedaan. Verrast eigenlijk iedereen. Ja. Raak geblesseerd, dan ruik jij je kans. Maar het is ook raar, staat ook meteen druk op. Ja, het is wel moeilijk, hè. Aan de ene kant, aan de andere kant, de mensen spraken wel een vertrouwen in me uit. En je weet dat je er moet staan. En dus en juist omdat Warner het zo goed heeft gedaan, moet jij het ook goed doen. En dat was wel druk, maar ja. Daar denk je niet aan tijdens de wedstrijd. En, tijdens de wedstrijd is het gewoon focus en je uiterste best doen. En dan de ballen pakken die je krijgt. Nou, vooraf wens je jou succes, maar zo lekker gaat hij ze nog achter de oren krabben. Daar moet jij voor zorgen. Ja, wat ik altijd net zei, ik moet hem zo moeilijk mogelijk maken. Maar het is gewoon een gezonde concurrentiestrijd. En we maken elkaar beter op de trainingen. Hoe hoger het niveau van elkaar, hoe beter we allebei worden. En hoe beter wij allebei ontwikkelen. Dit is jouw moment, hè? Eindhoven, kan je niet wachten? Ja, het wordt spannend. Dus ik kan er niet veel over zeggen, maar... Wel neem ik aan dat je er zin in hebt. Ja, zeker, tuurlijk. En dat, de gezonde zenuwen zijn er. En het is afwachten hoe het morgen gaat. Het is een goed team, Eindhoven, en wij ook. En we moeten winnen. Maar we hebben wel echt een goed team dit jaar. Dat is ook zoiets. We hebben echt een leuk team. En je hebt wat oudere mensen, echt een perfecte balans. Van jonge jongens en, wat meer ervaren. En we draaien gewoon goed als aan die vierde. En als we deze winnen, dan kunnen we zomaar tweede staan. En dat is prachtig voor deze club. En dat is echt boven de verwachtingen die we hadden. En lekker voor een keeper, om in zo'n team dan... Ja, precies. Dat is het ook. Je voelt ook vertrouwen. Die debuut die ik maakte ook. Je voelt gewoon vertrouwen van de spelers. Het zit ook allemaal in elkaar. En het loopt nu echt goed. En hopelijk blijft het nog zo lang doorgaan. En dat we dan misschien de play-offs halen. En wie weet wel meer. Maar eerst focus op vrijdag en dan zien we het wel.